hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag, zondag 23 september, twee dagen voor de 25e. Ja, en dan komen er twee vloggen online van mij. Ja, de 25e. En daarna komt deze pas online. Ja, kun je nagaan. Wens jullie als eerst een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is 13:23. De diertjes zijn binnen, want het is rot weer. Het regent, het is vies, het is nat. Het is niet fijn weer, nee. Dat druilerig. Alles nat, nat, nat. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks? Nee. Je moet er zelf dus, nou, het zonnetje zijn. Het was wazig, maar dat doet er niet toe. Ik hoef er gewoon weer bij, hoop ik. Ja, toch. Maar in ieder geval, kijk, er zit er ook één. Waar ben je? Ik zie jou niet. Nou ja, de kijkers wel. Maar in ieder geval, mag ik er even door, meisje? Jullie zien dat het ook in huis nogal donker is, maar ook daar kan ik niks aan doen. Ik ga zo meteen een bakje koffie maken en een broodje maken, want ik heb zin in wat, ik heb nog niks gehad. Voor vanavond? Ja. Heb ik kettensoep. Nee. Broodje erbij, klaar. Lekker, ja. Dus vanavond wordt het smikkelen en smullen. Het is al snert weer, dus ja. Kom snert erbij, is lekker. En het is voor hoeveel personen staat het erop. Met veel rookworst. Niet alleen, gewoon, niet alleen met snert weer. Hier staat het. Circa 3 potjes. Dan kun je het in mijn eentje wel op hoor. Ja. Dat is lekker. Dus ja, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ook al is het slecht weer. Je moet zelf het zonnetje zijn. Geniet van hetgeen wat je doen gaat, wat je doen wil. En ja, komt het allemaal wel goed. Klopt er even bij. Waarom? Weet je niet. Maar oké, in ieder geval, als je een doel hebt om ergens naartoe te gaan, dan loop je door. Maar nou ging die weer terug. Dom. Maar oké, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, goedemiddag, lieve vrienden, dan ben ik weer even. Ik had van de week witlof gekocht. Dat heb ik nou gesneden, dan ga ik koken. En dat komt dan weer in de vriezer. En dan hebben we weer het een en ander. En als dat klaar is, dan ga ik de vaders aan de gang zetten. Dan kan die ook zijn werk doen. Want er staat alweer enige afwas. Nou, wacht gewoon nog op die pan. En ik heb dan nog wat deksels erbij. Dus het komt allemaal goed. Ik denk, ik ga even aan de slag. En daar ga ik zout op doen, water op doen. Kent op de kookplaat. En als het dan tegen gaar aan is, hup, de vriezer in. Klaar. Punt uit. Ja. Dus we hebben lekker op witlof. Nou, en het slinkt natuurlijk. Ik heb nou een pan vol. Nou denk je van, nou, het is te veel voor één persoon. Nou, ik weet het niet. We zien wel misschien ook voor twee personen. We wachten het af. En dan kan natuurlijk één van de twee mee eten. Of het zij Chrissy, of het zij Astrid. En dan hebben we er nog één. Ja, Mitchell. Die kan ook nog mee eten. Ja, wat weet ik ervan. Hij is nou ziek. Arme jongen. Maar ja, heeft die, moet hij zich maar een beetje rustiger doen. Ja. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer avond. Ja, dagwas moet nog steeds gedaan worden, maar ik denk ook, ja, ik heb nog een pan nodig. En ik pak gewoon de pan bij de afwas vandaan.
Dan kan daar de snet in, maar de beestenboel die zit lekker te eten en te smikkelen en te doen. Daar zit er ook een. En natuurlijk, logisch, in de gang. Ja, dat is die rode. Nee, ik ben net pas klaar met Facebook. Want daar was het weer eventjes wat aan de hand. Dus daar kreeg ik weer een pb over. En dat moest ik dan weer even oplossen. Dus dat is allemaal weer gedaan. En dan ga ik zo wanneer de beestenboel in de keuken zo klaar is. Ga ik voor mezelf aan de gang. Ja, dan ga ik even soepie warm maken. Een broodje erbij. Yummy, yummy, yummy. Dus ja, het is nou droog. Het is wel bewolkt. Het waait als een raket. De wind die giert af en toe tussen de naden van de tuindeur door. Terwijl ik daar toch een nieuwe tochtstrip heb gekregen van de woningbouw. Maar ze moeten er een nieuwe deur in gooien, want die deur die is zo krom als ik weet niet wat. Ja, dat, maar ja. Wie weet, krijg ik ooit nieuw. Ja. Het zijn oude huisjes, dus ja. Ze mogen wel wat aan de kozijnen doen. Want net zoals voor de kamerdeur en de kastdeur is van ijzer. Geloof ik, ja, geverfd. Dus ja, metaal, ijzer, weet ik veel. Doet er niet toe, maar je moet altijd heel voorzichtig die deuren dicht doen, want het dreunt anders vijf huizen door. Was dat lekker? Wat dikkie. Is dat zo lekker, man? Oeh, gaat die er maar op. Zet hem hier maar vast. Ja. Zo dan, ja. Die heeft het bordje leeg. Die het leeg. Grote meid. Dus ja, lieve vrienden, ik ga afsluiten. En ik zie jullie straks nog wel weer even zeggen doei doei.